De mensen die men het meest negeert in sollicitatieprocedures, die men het meest negeert bij reclame to zijn de interne medewerkers. En wie kent er uw merk het best? Ik ben momenteel HR consultant. Eerst probeer je de mensen te begrijpen, voordat je zelf je verhaal doet en begrepen wordt. Als recruiter is dat ook wel een pluspunt. Je komt vaak heel veel te weten. Ik zie heel veel zaken fout gaan. Ik heb ze aan de lijve ondervonden als recruiter vijf jaar lang. Bij bedrijven, maar ook intern in recruteringsagentschappen. En, en om, om die reden wil ik de dingen die ik lees uh, gaan delen. Van, van kijk, in het buitenland gaat het zo. Uh, dit kan zo beter. Daarom schrijf ik blogs om mensen praktische tips te geven, aan te reiken dat het beter kan. En dan bedoel ik niet enkel de bedrijven. Of de HR-mensen, maar zeker ook de sollicitanten. Ik vind een, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En ook een dag niet lief gehad is een dag niet geleefd. Dat zijn er eigenlijk twee die min of meer op hetzelfde neerkomen. Je moet leven vanuit je passie, wat je drijft. En daar moet je ook alle energie kunnen en durven in steken. ik wil veranderingen brengen bij organisaties. In de zin dat hun proces heel wat efficiënter gaat worden naar recrutering toe. Uh, ik spreek bijvoorbeeld over het optimaliseren van het interne proces van dat bedrijf. Hun branding, hoe ervaart een sollicitant het, het proces bij dat bedrijf? Uh, wie geeft ook die opleidingen daar intern? En dan vind ik dat daar een, een, een vertrouwenspersoon moet kunnen zijn die het ganse traject gaat beheren en van intern mee gaat sturen. Ja. Een van mijn, mijn kernwaarden is ook duurzaamheid. Uh, je hebt, je hebt, recrutering is, een, is een, 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 een kort iets. Het is van voorbijgaande aard, uh, net, net als uh, bepaalde werkervaringen. Maar ik wil het, het, de duurzaamheid daarin pompen door de bedrijven zelf uh, te gaan enablen om het zelf beter te doen. En, en recrutering is voortaan of thans nog veel te veel hit and run. Ja, we hebben iemand geplaatst, we zijn weg. En als ze nog iemand nodig hebben, komen ze wel terug. Terwijl ik net het omgekeerde wil verwezenlijken van... Het hele proces intern wordt verbeterd. Hebben ze nog hulp nodig of willen ze nog eens praten, dan komen ze terug. En dan praat ik bijvoorbeeld ook over inderdaad het online gaan adverteren, het perfect gaan uitschrijven van een vacature, het aantrekkelijk maken van u als werkgever, van u als merk. Mensen zijn altijd op zoek naar authenticiteit. Ze willen praten met iemand alsof het bewijzen van spreken dan. Mensen die ze kunnen vertrouwen, die zijn op zoek naar iets puur. Die, die willen praten met iemand met een gezicht van dat bedrijf. En, en die Back to Basics wil ik ook kunnen implementeren bij bepaalde bedrijven. Die, die, die wetenschap, die filosofie wil ik daar gaan inbrengen van... Dat is mijn stokpaardje. Naast social media en netwerken moet je erop bewust zijn dat iedereen in jouw eigen bedrijf een potentiële ambassadeur is van jouw merk.